Good morning, lieve mensen. Hey! Welkom bij een nieuwe video. Ik ga deze 2 dagen naar Antwerpen met Jasna, Mark en Lindsay. En ik heb er zoveel zin in. Ik heb een beetje nog een ochtendstem. Maar ik ga jullie meenemen. Let's go! Oh, trouwens, ik heb ook nieuwe oorbellen. Wacht, kijk. Kijk! Pretty, toch? Zijn van Chiquel. Nou, ik heb een tasje mee. We zijn compleet hoor. Say hi. Much needed. Cheers. 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 Jasna heeft niks. We gaan met de bus. I'm not ready. Zit zo. We gaan letterlijk 1 nachtje. Helemaal koffers en shit. Koffers. Are you guys proud of me? Ja. Nou leuk. Was nog een beetje. Zeg maar één fucking woord. Oh leuk. Die oortjes. We zijn er. We zijn er. We zijn echt al een jaar op zoek naar een metro. Is dit het? Nee, dit is het niet. Dit is het niet. Waar de fuck? Het moet zelf op het plein. Maar ze zei toch draaien om? Draaien om. Ja, we draaien toch in het midden, zei ze. Hallo? Hallo? Astrid. We found it. Zuid, that way, that way. Kijk maar haar. We zijn er, zo pretty. Ik ga nu even snel, heel snel, quick Airbnb tour. Kijk hoe cute. We hebben een loft. Echt vet cute. Dit is de cuisine. En we dit. Zo cute. En dan hier is de slaapkamer. En we gaan hier dus met z'n 4 staan, maar dan gaan we zo die bedden zo. Dit, oh, love. En dan hebben we de badkamer. Tada! En ik met mijn verlepte haar. Super warm, dus ik ga me gelijk even omkleden. Echt chill hier. Ik vind dit mooi. Ik vind het zo mooi. En zo wit. Het is wel open. Het is ons huis. Harder. Ze hebben er geen, maar ik voor je hele. Nee. Ik ga vanavond naar Ariana Grande concert. Tassie. Tassie. Kijk, ze moet niet laten zien. Nee, zie ik niet. Oh my god. Healthy smoothie. We zitten echt bij super cute tentje. En we gaan burgers eten en het is 4:30. Kan iemand dit uitleggen? Het kan nog wel. We wilden eigenlijk om 4:30 eten, maar we hebben echt honger. We hebben echt heel erg honger. Dus we gaan nu eten en dan daarna nog wat snacken. Ja, die is heel cute. Oh. Je ziet daar New York. Dankjewel. Oké, kijk, dit was die van mij. Dit is. Oh, zullen we die shaker hier doen? Yummy! Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben weer in de loft. De andere 3 zijn naar Ariana Grande concert. Wacht even, de muziek is achter. Ik ging eigenlijk voor de gezelligheid mee naar Antwerpen. Want ze hadden al tickets voor Ariana Grande. En ja, ik ben niet echt super groot fan of zo. En ik vond de kaartjes toch wel duur. Dus ik ben voor de gezelligheid. Ik kwam hier binnen. Ik ga even de ventilator aanzetten. Ja. Oh. Ik kwam hier binnen en ik zag dus echt deze volle zon. En er zitten dus geen gordijnen. En oh jongens, we zitten op de bovenste etage. En het is zo warm hier. Dus ik denk dat ik gewoon heel de tijd voor de fan ga staan. Cheers. Trouwens nog een maskertje. Oh. Jee, zin in. Mama. Ça va et toi? Oké, ik ga lekker mijn cover afhalen. Er zit fucking dood in. Ik heb dus helemaal niet mijn normale make-up producten bij. Ik dacht, ik heb helemaal geen zin. Dus ik heb van die doekjes meegenomen. Maar het is niet echt mijn ding, you know. Ik heb trouwens echt al zo lang geen vlog meer gemaakt. Dus ik hoop echt dat jullie het leuk vinden. Dat oog is helemaal uitge... Oh mijn god. Looking all pretty. Beautiful. Hello, good morning. Hello, good morning.
Wij zijn. Hallo. Hoe was jullie slaap? Die vijf uurtjes. Nou, ik heb oprecht gewoon geslapen hoor. Ik heb goed geslapen, maar een af en toe wakker. Ja. Alleen. Wat heeft hij laatst heel de nacht aan laten staan? Heel de nacht. Ja. Ja, halve voor de wekker werd je eigenlijk wakker door die kou. Ik was zo koud en ik keek naar Mark en Mark was al wakker. En ik dacht echt, oh mijn god, het is veel te koud. Nou, eens kijken, we hebben cadeautjes niet laten zien. Ze hadden mijn cadeautjes toch voor mijn verjaardag. Kijk, dit is er één ervan. Kijk, het is een R. En het past bij deze. Zo cute. Fajita mix. Fajita? Oh my god, er zitten echt random dingen hier. Maar ik snap ook deze ene. Vanillesuiker. Wat hebben we nou aan vanillesuiker? Hoe je wat liefst zegt, dat is lekker man. Ga toch niet zomaar eten, vrienden? Ja, maar ik doe het. Dit is een bananenplant. Die wil ik zo graag. Echt prima, hij is wel echt verpest. Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan. Kijk hoe zielig. Ja, hij is helemaal verwond. Het is hier echt te warm. Kijk dit. Ach. Ik snap ook niet. Ik ben gekomen met één tas en ik ga weg. En ik heb letterlijk maar één broek gekocht. En ik ga weg met het dubbele. Ja, maar je hebt toch al die cadeautjes gehad? Oh ja! Laten we maar gaan. Zo even. Gepakt en al. Zijn jullie klaar voor 30 graden? Nee. Ik ook niet. Yummy, wat heb jij, Jas? Je hebt een croissant. Oeh, een croissant. Ik heb brood met boter. Gewoon typisch Frans dit. En chocoladepotje, pan chocola. 5 euro, is echt niet veel. Ja, mij was 3,60. Maar het water is het. De water is duur, ja. 2,60 euro per water. Ja, belachelijk. Wel lekker, Evian. Ja, dat is wel lekker. Weet je wat ik in die fase dat ik alleen maar Evian water trok? Flessen Evian. Flessen. Maar is eerlijk, mensen zeggen dat dit geen andere smaak heeft. Jawel. Jawel. Dit is zulke lekkere boter. Altijd als we in Frankrijk boodschap gaan doen, nemen we president boter. I love it. Dit is trouwens mijn outfit. Hallo, hallo, daar ben ik weer. Ik ben een beetje verkouden, dus don't mind my voice. Maar ik kreeg heel veel vragen op mijn Instagram waar ik deze jurk vandaan had. En ik heb het in mijn WhatsApp-bord gezet van Instagram. Dus mocht je nog benieuwd zijn waar deze jurk van is, of waar andere items van mijn Instagram of van mijn YouTube-video's van zijn, hier is de dress. Ik heb daar speciaal een bord voor aangemaakt en daar wil ik jullie nog even op wijzen. Dus ja. Hier is hij van. En dan kan je ook gelijk hem kopen. Als je dat leuk vindt. Dit is hem. I love it. Oké, dat was het. Bye. Max hier aan het zingen. Kijk hoe mooi deze monkey is. Het is echt niet normaal. Kijk. Nou. Waarom de monkey geen mannenkleding moet kopen? Ik niet zo. Alles zou gewoon empty zijn door jou. Ja. Look how pretty. Ik mag niet zeggen, maar mijn lichaam doet het nog niet helemaal. En we denken dat het komt door de koffie, maar normaal heb ik helemaal geen koffie nodig. Dus ik snap niet waarom ik nu een soort van koffie nodig heb. Kijk, ze hebben merch gekocht gisteren. Bij Love It met zijn outfit. En kijk, achterkantje wel. Superleuke achterkant. Hoe leuk, Jas. Het is wel groot. Nee, ik vind het leuk oversized. Ja, maar je hebt een jurk aan. Oh ja. Maar nee, dat vind ik wel leuk staan. Heel leuk. Deze heeft ze mee. Ik vind die leuk. Zijn leuk, hè? Kijk, ik wil dus al heel lang zo'n broek. Ik vind dat zo'n mooie kleur en dan zo wijde pijpen. I love it. Maar het is alleen maar maat. Het is echt te groot voor mij, 31. Allemaal te groot. Nee. We hebben echt een chille plek gevonden. Ik ben heel benieuwd of het lekker is. Ik ga het raten. Jasna en ik nemen altijd een ijslatte met amandelmelk en karamel. Nee, grapje, dat is niet waar. Ijslatte met amandelmelk. We hebben nu bij deze. Ik ben heel benieuwd. Maar we nemen altijd bij koffie. We nemen altijd bij Coffee Company. Dus ik hoop echt. Oh, wacht even voor. Ja. Nou, cheers, guys. Cheers. Het is gewoon eens Coffee Company. Hm? Nee. Het is een andere amandelmelk. Mhm.
Ik vind hem wel lekker. Heel licht. Het is nee, het lijkt hazelnoot. Ja, hazelnoot. Zijn latte. Ik kan hem. Ik ja, echt lekker. Snap je wat ik bedoel? Ja. De koffie rating, wat vinden we hiervan? Ik geef het een 8. Ik kun je nog een keer zien. Hoog? Wat geef je koffie kom je niet aan? 10. 10 out of 10. En Starbucks geef ik een 7. Ik geef een 8 ook. Ook. De lis is echt lekker. Ja? Mag ik proeven? Lekker. Zo, Mark zegt kruidig. Ja. Oeh, die video is lekker. Ik hou me niet zo van coconut eigenlijk, maar... Oh, dit is, ik denk niet dat je dit lekker vindt. Nee, ik denk het ook niet. Ik ga het niet proeven. Nee. Dit past. Oh mijn god, dit past gewoon. Dit is echt leuk. We zijn in een kringloopwinkel. Ik vind het een hele mooie tas. En Mark heeft ook een mooie tas van. Ja, zo, dit staat je echt goed met je oudje ook. En ik heb deze. Sorry, ik moet even laten zien. Wacht. Zien jullie dit? Kijk. Het is echt wel mooi, hè? Leuk hoor, hoor. Maar hoe is hij binnen dan? Dat weet ik niet. Hoe werkt het? Oeh. Oeh. 18 euro, maar heel mooi van binnen. Dus kijk hoe mooi. Het is gewoon mooi. Het staat je goed hoor. Misschien neem ik hem wel. Zo leuk. Hoeveel zijn deze? 14 maar, hè? 14 voor Adidas. Wil je niet even kijken? Echt hele leuke. Het heet Think Twice. Jullie hebben al helemaal gekeken. Ik moet nog beginnen, mensen. Oeh. Wat vinden jullie van deze? Ja, best wel leuk. Maar neem ze het even aan te zien dan. Ja, ik weet het niet. Als ik zo kijk, die stof is een beetje gek misschien. Lijkt een beetje op tapijt. Ja, voel je het heel ruw. Ik dacht van ver dat het van ver, hè? Dat dacht ik ook. Ik heb de tas gekocht. Oké, okay, we zijn in de Bershka. En ik wil heel lang zo'n blazer dress proberen. Kijk. En ik heb een mooi jumpsuitje. Die had Lindsay gevonden. En deze broek. Ik vind het echt beautiful. Oké, okay, ik heb dus een blazer dress aan. Ik vind het dus verrassend leuk. Heel, ik weet ook niet wanneer ik het aan zou doen. I don't know. Wel heel pretty. Ik ga nog even die zwarte passen. Oké, okay, dit is de zwarte. En I love it eigenlijk. Maar ik weet dus niet wanneer ik het ga dragen. Dus ik ga het denk ik gewoon niet kopen, want ik ga het toch niet dragen. Mark vindt het niet mooi. De rest wel. Mooi. Maar dat komt door die knopen. Jij vindt die knopen niks. Nee, als die knopen van wat besef houdt, hoe lang en hoe klein ik ben. Hoe lang Mark is. Maar, nee, als maar het staat me wel hoor. Dit is echt mooi. De kleur komt er wel gewoon mooi naar. Ja. Terwijl het heeft helemaal geen riemen, hè? Dus ik snap niet hoe dit kan. Oké, okay. Ik heb nu de broek aan en I freaking love it. Look at this. En ik heb even een blouseje van Lindsay even aangedaan, maar het staat ook gewoon erop. Het past perfect. Oh my god, I love it. Look, is dat look? Okay. Wij zijn dus echt disappointed. We kwamen helemaal naar de nieuwe look, helemaal excited. Is het een soort van koopjesding geworden? Niet nieuw look. Met allemaal merken en zo, maar we zijn allemaal echt een beetje sad nu. Echt sad. Ja. En ik wist dit jurkje gevonden, ik best wel cute vind. Ik ga echt nooit naar de Primark, maar ze wilden gaan. En toen vond ik dus deze. En ik heb echt vet lekkere stof. Legging. En een PG. En hier, deze is ook super mooi. Even passen. En deze zijn hier. Helemaal kapot aan het gaan. We zijn niet klaar mee. Nee. Ja. Dit is de pyjama broek. En I love it. Het is echt zo'n vet chille stof. Ik weet niet of je dat kunnen zien. Ja, we zijn in België. Dus we moeten wel een Belgische wafel eten. You know. En ik zie net dat daar dus weer een vintage winkel is. Dus we gaan daar even. Ik heb deze bomber gevonden. Het staat helemaal niet op die jurk, maar... Dat is wel leuk. Wel 27 euro. Echt hoor, ik kan niet met jullie. Ja.